Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Leroy. Mijn naam is Marije en vandaag nemen wij jullie weer mee en gaan we op zoek naar de meest mooie en unieke kerstshow van Nederland. En we gaan niet alleen op zoek naar de meest mooie en unieke kerstshow, we gaan ze ook beoordelen op 5 onderdelen, namelijk sfeer, prijs-kwaliteitverhouding, eten en drinken, originaliteit en het Disney-gehalte. Ja. En vandaag staan we hier binnen, want het regent buiten zo ontzettend hard, bij Intratuin Ter Aar. En we kwamen gelijk al binnen en het zag er super tof uit. Dat gaan jullie nu hier gelijk daarna zien. Dus duik met ons mee in de magie van kerst. Nou, bij binnenkomst is het gelijk weer zo'n kunstbomenbos waar we doorheen lopen. En ze hebben wel wat leuke dingetjes erdoor verstopt. We zagen net wat hetjes. We zien hier wat kerstmannetjes erin zitten. Superleuk om gelijk alweer in de kerstsfeer te komen hier in Ter Aar. Een van de onderdelen waar we onze sfeer en originaliteit op beoordelen is namelijk het kerstdorp en hoe dat is aangekleed. Nou, we komen nu inmiddels uit bij de Luviel-huisjes, moet ik zeggen, en de Intratuin-huisjes. En dit zijn dan de showplay hier in het schap. En ze hebben daar verderop hebben ze ook echt wel een weer dorp gebouwd. Dus ik ben benieuwd, maar gaan we kijken wat Ter Aar allemaal te bieden heeft. Nee, en het ligt niet aan je beeld. Inderdaad, dit is opgenomen in slow motion. Leuk dat die functie op de camera zit, alleen jammer dat die in dit geval gebruikt is. Aangezien we nu alleen maar beeld nog hebben in slow motion, zonder geluid. En kunnen we eigenlijk helemaal niet door met deze review video. Dus wat we gaan doen, we gaan in ieder geval de punten toekennen aan Ter Aar. En we gaan jullie nog wat sfeerbeelden laten zien. Maar ja, de rest is allemaal zonder geluid, helaas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we
Dat moet je nu gaan voice-overen, maar ik heb geen idee wat ik hier vertel. Waarschijnlijk iets over dat er inter-aar fantastische leuke kerstaanbiedingen zijn. Zeker ook in het restaurant. Hier een speciaal kerstplankje hebben namelijk. Met verschillende broodjes, een soepje, een kroketje, een ragoetje, een warm chocomelletje erbij. Helemaal prima, helemaal kerstsferen. Dus dat is goed gedaan. Dus voor een goede lunch zeker die kant op gaan. Komen we bij de eindbeoordeling van deze aflevering. Het is een hele andere aflevering geweest dan dat jullie gewend waren van de afgelopen dagen. Komt dus doordat de beelden niet helemaal waren wat het had moeten zijn. Maar dat terzijde is er wel gewoon tijd voor een eindbeoordeling. En die ga ik gewoon vanuit de voice-over doen. Dus we beginnen met het eerste onderdeel waar we de show op beoordelen. Wat jullie ook aan het begin van de video hebben gehoord. Is namelijk de categorie sfeer. En over sfeer kan ik redelijk kort zijn. Het is een prima mooi tuincentrum. En heeft ons serieus verrast. We waren er nooit eerder geweest. En verdient ook een dikke 8. Prijs-kwaliteit verhouding gaat hij gewoon mee met alle andere intratuinen waar we geweest zijn. Niet goed, niet heel slecht. Een 7,5 is een prima gemiddelde. Eten en drinken. Nou ja, hoe kan ik een slecht cijfer geven als we dit zo voor ons zien staan? Dus dat ga ik ook zeker niet doen. Alhoewel ze iets minder ragout hadden mogen scheppen, maar dat terzijde. We gaan gewoon een goed cijfer geven. Er zijn veel kerstspecials, bijzondere koffies die je kan halen. Goed restaurant zit goed in elkaar en de smaak was bovendien ook gewoon prima. Dus daar is een dikke 8 zeker voor in de maak. Originaliteit hebben ze zeker. Begint al bij de entree, de Ice Age entree waar je binnenkomt. Nooit eerder gezien nog, superleuk. Krijgt ook gewoon een goede 8. En wat voor ons uiteraard superbelangrijk is, is dat Disney gehalte. En ja, met een carousel die echt van Disney is. Super grote knuffels, grote afdeling. Nou, jullie hebben het allemaal kunnen zien. Kunnen we niet anders dan een 8,5 geven. Tellen we 3 achten, 1 7,5 en de 8,5 bij elkaar op. Komen we gemiddeld uit voor de snelle rekenaars inderdaad op een gemiddelde 8. En daarmee bezetten ze een mooie plek in onze top. Ja, inmiddels 13, 14 shows. En dan rest ons nog maar één ding. Wie was voor ons? Wat was voor ons, moet ik zeggen? De allerbeste kerstshow van het land in 2023.